Goedemorgen en welkom bij Vlammensdag 10. Sam is FIFA aan het spelen. Hey Sam. Hey. Heel geconcentreerd. Zoals je kunt zien. Nee, die kan er niet in. Niet vloeken. Godverdorie. Dat is nog vloeken, hè. Sharon is hier aan het chillen. Hey Smiletonneke. Alles goed? Denk het wel. We hebben de laatste afgemaakt, hè. Meent je dat? Oei. Maar ik kan niet goed deze verliezen. Vandaag gaan we een What I Eat in a Day filmen. En we beginnen met Sam, want Sam is aan het eten. Tell us. Wat eet je? Dat is wel niet wat ik normaal eet, hè. Ja, we doen What I Eat in a Day. En we filmen vandaag, dus je gaat toch alles moeten laten zien wat je eet. Oké. Okay. Dus, Dylan, bij deze, Sam heeft al gecheat, hè. Nee? Ik zal eerst uitleggen, we trainen heel hard met Dylan. Dus dat betekent ook dat we een voedingsschema volgen via Dylan. Dus, ja... Dat eten we meestal. Eten we eigenlijk altijd. Mm-hmm. Dus vertel ons. Ik ben begonnen met een klein proteïnekoekje. Omdat ik honger had en ik wou nog geen ontbijt maken, want jij was nog niet wakker. Oké. Okay. Dan heb ik maar gewacht op u en ondertussen een proteïnekoekje gegeten. Oké, okay, maar dat is niet slecht, een proteïnekoekje. Dat is niet slecht, nee. Maar dan laat ik zelfs gewoon die andere koek vallen. Ah ja, oké. Okay. Goed. En we drinken... Water. Water uit sherrykan. Als ik opsta, drink ik altijd eerst zo'n halve fles water of zo'n 0,5 liter, denk ik. Ja. En dan eet ik pas. Goed voor je metabolisme. Om de gang te krijgen. En Milky? Wat eet jij op een dag? Brokjes. Brokjes. Met soms brokjes, ook snoepjes, maar ook kippenwit eet ik zo, hè. Mama geeft me echt vaak kippenwit. Ja, melk. Oké, dus daarmee zijn we al begonnen. Is Sam al begonnen. Ja. Maar nu gaan we ontbijt maken, hè? Ja, dan drink jij eerst maar een beetje water en dan zal we ontbijt maken. Yes, oké. Oké, dus ik begin de dag ook met water. Die is nog voor de helft gevuld. Ga ik helemaal leeg drinken. En dan nemen we ook vitamine. Dit nemen we op nuchtere maag. Volgens mij is dat goed voor je metabolisme te starten, omdat er groene thee in zit. En dan nemen wij 's ochtends op nuchtere maag. En bij ons ontbijt zelfs nemen we omega 3 en... En multivitamine. Wij halen trouwens al onze supplementen bij BAM, Fitness Concept Shop in Hasselt, naast de Basic Fit op de Luikersteenweg. Ja, oké. Okay. Dus er zijn heel veel antioxidanten. Ik merk ook als ik dit 's ochtends neem, dan kan ik echt goed naar het toilet gaan. TMI misschien, maar dat is goed natuurlijk voor je metabolisme te starten. Maar ik drink ook nog eens groene thee 's ochtends, dus extra. Dus let's start the day, hè. Milky zit in de kattenbak. Onder mij hier. En terwijl ik... mijn water drink, ga ik de adventkalenders al openmaken. Let's see, hè. Dus... Adventkalender 1 van Bruno Vasari. Oké,
Oké, okay, adventkalender van Bruno Vasari zit in Aqua Pura Cleansing Water Face and Eyes. Dus dat is voor uw make-up er af te halen. Zo uit. Next is de IKEA kalender. Oké, okay, dat. Chocolaatje. Oké, got it. Chocolaatje zit erin. Nou, die ga ik nu niet eten. Misschien straks na het trainen. Kiehl's. Heel raar, ik doe dat vaakje open en er zit gewoon niks in. Oei. Heb je die al open gedaan misschien? Nee. Oei. Dat is gewoon leeg. Tenzij dat gevallen is of zo. Achterin geschoven ergens is. Hè? Oei, dat is raar. Turmeric and Cranberry Energizing Mask. Fuck. Oké, daar zit dus gewoon echt letterlijk niks in. Ik hoor wel iets glijden, precies. Ah, hier. Ziet je, dat is weggegleden. Het komt uit een ander deurken. Oh, dat is weer zo'n staaltje, hè. Dus het is een maskertje van turmeric en cranberries. Maar dus, ja. One use and then it's gone. Vind ik zo spijtig aan de Kiehl's kalender. Maar sommige dingen zijn dan wel weer groot. Tijd voor ontbijt. Ons ontbijt hebben we wel eens laten zien, denk ik, in een vorige video. Maar we wisselen af tussen havermout of eitjes of zalm op rijstkoek. Maar we hebben geen brood voor bij de eitjes en we hebben geen zalm, dus we gaan havermout eten. Wij wegen ook alles af, dit is echt onze beste vriend. Dus ik ga nu voor Sam maken. Sam eet 40 gram havermout, 20 gram peanut butter en 30 gram proteïne. Ah, de camera staat op de proteïne. Poeder, ik was al aan het zoeken. En ik hetzelfde, alleen doe ik 30 gram havermout. En dan drinken we groene thee met munt. Dus dat is ons ontbijt. Ik ga snel alles afwegen voor ons allebei. Dan gaan we smullen. Dat is wel heel lekker, vind ik, in de winter. Ik vond havermout echt heel vies. Maar nu eigenlijk niet meer. Ik weet niet. Ik denk ook met die proteïnepoeder, dat is chocola. Dus dan heeft dat wel een lekkere smaak. Lekkere havermoutpapjes en onze vitamine niet vergeten. Tadaa! Maar het is echt wel lekker. Het smaakt echt wel goed. We zijn nu ongeveer twee uurtjes later. Uurtje, twee uurtjes later. Ja, een dik uurtje later. Uur en een half, ja. Oké. Maakt niet uit. Tijd voor ons tussendoortje. Ik eet een high protein koekje. Low carbs wel, omdat ik nu momenteel bezig ben met mijn reset schema, dus niet te veel koolhydraten van het eten. En Thalys heeft ook een protein koekje, maar dit is een vegan koekje zonder lactose. Zonder melk. Zonder melk, want daar heeft ze last van natuurlijk. Hè. Vegan cookie! Is wel echt lekker. Die is echt super lekker, maar ik eet wel maar de helft van deze, anders zijn het too much carbs.
Yes. Dat is te veel koolhydraten voor één serving. Ja, dat is wel een best groot koekje hoor. Ja, dat is een groot koek. Dus dat valt op mijn gezicht. Het is wel echt lekker. Ja. En over een uurtje ongeveer denk ik dat we gaan trainen. Ja. Dus ik ga ook nog na deze koek een banaan eten. Voor mijn training eet ik meestal een uurtje ervoor een banaan om wat meer energie te hebben. En om... Is lekker. Mm, ja. Ja, lekker. Dus een banaan voor energie en voor potassium voor mij. Ook anders tekort, hè. Zwaar. Ik ga denk ik ook nog een handjevol amandelnoten eten. Als mijn vetten. Dan eet ik die straks niet meer. Ik weet nog niet, ik zal zelf zeggen. We zijn ondertussen een half uur verder weer. We're still. Ik ben nog stil aan de sofa. Maar... Ik heb hier een handje met amandelnoten die ik nog ga eten. Sam gaat een mandarijntje eten en Sam is al aan het opwarmen. As you can see. Nou, ik train schouders vandaag, dus ik ga niet echt opwarmen. Ik ga gewoon mijn schouders losgooien. En ik drink de Monster... Welke is het? Ultra Red Energy. En ik mag alleen de Monsters Ultra drinken, hè. Ja, het is zonder suiker. Want dat is zonder suiker, zonder calorieën en zonder calorieën. Twee keer te dus dat gaan we eten voor de gym. Dan ga ik me heel snel aandoen. Dan gaan we vertrekken na ja. 10 minuten of zo. Na de gym eten we snoepjes, dus we pakken dat al mee in de auto. Shake gaan we hier drinken, goed? Ja. Voelt jij shake al mee? Nee. Dus. Nee, ik heb de weegschaal. Er staan nog meer. Ja, er zijn nog meer. Ik weet al van buiten wat dat snoepje is. Ik maak. Nou, ik ga wel horen. I want the red one. Oké. Red mine. Hoeveel mocht jij? 50 gram. Awesome. 50 gram. Meer zuurtjes, hè? Ja. Oké. Okay. Dat is 15. Nee, 18. Oké. Okay. Voilà. 50 gram candy. En nu aankleden. Let's go to the gym. Ah ja, en tijdens de gym drinken we dit. Aminos EAA. Dat is zoiets als BCAA. Gok ik. Ja, hè, Sam? Sam zijn tanden aan het poetsen, maar alleszins. Wat is de amino's goed? Die EAA's? Ach, calcium. Herstel van de spieren. Dus er gaat sneller herstellen. En gemakkelijker, denk ik, of zo. Zoiets alleszins. Ik weet het ook allemaal niet heel goed. Maar als jullie vragen hebben over de supplementen of zo, kun je dan misschien best aan Dylan vragen, onze trainer. Die beantwoordt wel sowieso alles. Dus ik zal hier de Instagram ergens zetten in de hoek. Wat? Of aan BAM, ja, inderdaad. Dat is die voedingswinkel wat ik zei in Hasselt, maar die hebben ook andere plaatsen rond Antwerpen. Maar ik zal hieronder in de beschrijving dat allemaal linken. Daar kunnen jullie dat ook aan vragen, die weet sowieso ook alles, hè. En die Instagram zal ik hier ook ergens zetten. Dus we nemen best wel wat voedingssupplementen, maar ik weet ook niet precies waarvoor alles goed is, maar it's working, hè. Dus... Oké, nu zijn we echt af door de gym, hè. Voor de derde keer. Maar nu echt deze keer. We zijn terug van de gym. En we gaan nu shake drinken. Dat dacht ik nog. Proteïne shake. Dus Sam die drinkt 30 gram proteïne poeder. Oh nee. En 15 glutamine en ik heb 30 gram, ik heb hetzelfde, 30 gram proteïne en 15 glutamine, dus 30 gram proteïne. Dat is
ene schijf. En dit is glutamine. Ik ga dat zo proberen open te doen. Hopelijk laat ik dat niet vallen. En 15, maar dat is normaal gezien 3 scheppen. Van nog een. Bam. Bam. Je begint wel echt die platen beter en beter te kennen na verloop van tijd. Dus dat gaan we nu drinken. En terwijl ga ik after gym food maken. Krijg ik het niet open? Heb ik het te sterk dicht gedaan? Je zei het gewoon te sterk. Stop eens met trainen, hè. Nu is het genoeg bodybuilder. Oh ja, ja, zeker. Ah, amai. Oké, after workout. Sam heeft 2,5 snee brood, volkorenbrood. Groentjes, 125 gram. 4 eieren, waarvan maar 2 eigele en de rest eiwit. Ik heb 4 eieren, alleen eiwit. 2 sneden volkorenbrood. En 125 gram groentjes. Ik heb geen eigeel omdat ik voor mijn workout al nootjes heb gegeten. Dus dat zijn mijn vetten. En Sam heeft geen nootjes gegeten, dus die eet nu nog vetten. Ondertussen is het 9:15. Ik heb nog van alles gedaan. We moeten nog 3 maaltijden eten. Dus ik ben aan het eten. 2 volkoren boterhammen met 100 gram kippenwit. Dus ik doe 3 plakjes tussen elke boterham. En ik doe er ook heel veel sriracha tussen. Ik weet niet of jullie het zien. En aan deze kant. En sriracha is pikant. En dan smaakt het zo lekker. Ik ga even de vlog voor morgen monteren voor Vlogmas. En voor mijn boterham genieten. Hier ligt ook 1 stukje voor Milky. Milky zaagt altijd voor vleesje. Dus dat is voor haar. Voor hem. Noem mijn eigen kat al een meisje. Oeps. Ja. Is zover? Oké. Ja, hier is het. Pak het maar. En dan zijn we aangekomen bij ons avondeten. We hebben allebei iets anders. Ik heb gekozen voor rijst met tonijn uit blik en dan gestoomde groentjes. We hebben courgette en paprika gestoomd. En dan Thalisa heeft ook gestoomde groentjes, maar kipfilet. En gepofte zoete aardappel. De grammages zijn een beetje afgewogen dat we allebei juist eten. Mm-hmm. En ik wil even zeggen dat we ons avondeten eten om 20:40. Ja, 20:40. You see it, hè? We moeten nog 1 maaltijd eten. Ja, maar ik denk sowieso wel dat we vandaag wel langer op gaan blijven, want we hebben nog wel wat werk. Ja, we zijn een beetje uit balans vandaag, hè, qua eten. Op zich is het niet super belangrijk wanneer dat je alles eet. Allee, ja, je moet wel proberen te verdelen over de dag. En zeker zo je pre-workout en je post-workout, zo vlak ervoor en vlak erna, zijn wel het belangrijkste. Omdat je dan je spieren gaat voeden. Maar voor de rest maakt het niet super veel uit wanneer dat je eet, want wij eten nu vrij laat. Maar het komt er gewoon op neer dat je op het einde van de dag al je benodigde calorieën hebt binnengehaald. En alle juiste voedingswaarden binnen gehad. Dus als het einde van de dag klopt, het geheel, dan zit je goed bezig. Dus we gaan nu pas ons avondmaal eten. Daarna volgt er nog een pre-bed, dus vlak voor het samen slapen gaan eten. En dan zijn we klaar voor vandaag. Ja. We hadden gewoon de hele tijd even geen tijd om te eten. Nee, we zijn even veel weg geweest, hè. Ja. Dus daardoor. Dus dan, ja. Maakt niet zoveel uit, dan schuift het gewoon een beetje op. We eten niet mee, maar we schuiven gewoon op. Inderdaad, we zorgen wel dat we alles eten. Ja.
Dus zoveel mogelijk. Als we weten dat we ver weg moeten gaan, moeten we wel altijd veel meenemen. Repareren. Dus ja, meenemen als je dat alles klaar is. We allemaal mee. Maar nu daar straks konden we dat niet meenemen. Maar maakt niet uit. We hebben toch nog. Allee, we gaan nog alles op tijd binnen. Op tijd. We gaan alles nog binnen krijgen vandaag. Dus. Dat is dat. En dan zijn we nu nog aangekomen met de laatste maaltijd van onze dag. We sluiten de dag af met een pre-bed snackje voordat we gaan slapen. Half uurtje voordat we gaan slapen eten we dit nog. Meestal eten we in de zetel, zoals we nog wat tv kijken. Dus dat is een beetje het soort van dessert voor ons. En het is kwark. Thalys heeft 150 gram kwark. En zij heeft de lactosevrije kwark natuurlijk, omdat zij geen lactose in melk mag. Ik heb meer, ik heb 250 gram kwark en ik pak de gewone. En dan doen we daar nog een klein schepje proteïnepoeder bij. Dan geeft het wat meer smaak en dan maakt het nog eens een soort van puddingske. En dan voor vetten erbij neemt Alisa meestal pindakaas. Maar ik kies vandaag voor nog wat amandelnootjes. Alsjeblieft, schatje. Voilà, tijd voor onze laatste meal. Yes. Afsluiten van de dag. Het is tijd. Yes. Amai. We gaan dan nog doen door even tv te kijken. Mm-hmm. Dit op te eten en dan gaan we slapen. Want we zijn allebei zeer moe, stikkepot, ja. Ik denk gewoon dat allebei voor allebei een zware week was. Allee, zware week, ja toch. Laat gaan slapen en zo altijd. Yes, I'm feeling it, Sala. Dus ja, het enthousiasme ruimt er nu niet echt vanaf. Maar we zijn wel echt moe. Ja, we zijn wel moe. Mag eens, hè? Weekend? Lui weekendje? Allee, we zijn niet lui. Lui? Hallo, wat hebben we vandaag allemaal gedaan? We zijn niet lui, maar ja, mocht wel eens moe zijn, dat bedoel ik. Morgen gaan we weer naar de gym. Morgen moeten we, of morgen gaan we opnieuw trainen. Staat er ook nog een meeting ingepland? En komt Laurens misschien nog naar hier of zo voor te chillen? Ik denk dat je iets op je lippen gesmeerd. Ja, ik had heel droge lippen. Ah, oké. Okay. Dit pijn van droogte. Zo. Ah, oei, nu heb ik het wel afgeveegd. Nu gaan we als puddingske eten. Ja, yep. Puddingske eten. Oh, ik werk. TV kijken en slaapjes doen. Morgen is er weer een nieuwe dag. Met nieuwe food. Nieuw vlog, ja. Nieuwe training. Ja. Go with the flow, hè. Hopelijk vonden jullie het leuk om bij te leren wat we allemaal eten op een dag. Nu dat we zo een beetje meer, nog meer met health en sport bezig zijn. Onthoud wel heel goed dat dit schema voor ons is gemaakt. Ja. Sam eet ook andere hoeveelheden als mij. Ja. Dus ga hem niet gewoon overpakken, want dat gaat niet werken. Want iedereen heeft iets anders nodig, andere calorieën, andere voedingswaarden, bla bla bla. Dus dat zijn wel, je kunt misschien wel iets oppakken uit de soorten voeding dat we eten. Mm-hmm. Maar niet de hoeveelheden die wij eten moet je nadoen, want daar heb je, allee, dat is toch niet op maat van uw lichaam. En dan gaat je misschien onnodig bijkomen, terwijl dat niet de bedoeling is. En of veel te weinig eten voor je lichaam. Traint je niet, allee, fitness je niet ofzo. Tuurlijk, ja. Dus als je dan de calorieën eet die ik eet bijvoorbeeld, gaat je misschien bijkomen. Mm. Of als je al, ja, als je wat meer zei dan mij, gaat je misschien veel afvallen. Allee, dat weet je allemaal dus niet. Dat, dus ja, je kunt dat niet exact overpakken. Want jij is het nu meer aan het eten dan dat je normaal zou moeten, omdat je 5 keer in de week traint. Nou, ik moet heel moet veel eten, doen, want ja, ik fitness 5 keer in de week. Dus inderdaad, mijn spieren en mijn lichaam hebben dat nodig. Ja. Yes. Maar als jullie vragen hebben over voedingsschema's of zo, zoals ik al heb gezegd, je kunt het altijd aan Dylan vragen. Ja. Ik zal het hier zetten. Nog eens Dylan zijn Instagram. En hij maakt ook gewoon online voedingsschema's. Dus ja, aan de hand van foto's en zo kan hij dat ook al weten. Mm-hmm. En gewoon aan de hand van wat dat je vertelt. Dus als je een voedingsschema of een workout schema wilt, die doet dat ook gewoon online. Daarom moet je daar niet mee afspreken of daarom moet je niet van Hasselt zijn. Nee, als je van Hasselt niet bent, zou ik je wel eens aanraden om met Dylan, of ja, Hasselt, Limburg, ja, met Dylan te gaan trainen, want hij is echt wel goed. Het helpt je wel, ja. Mm-hmm.
Ze helpt je gewoon leren over je lichaam en over de manier van eten, de manier van trainen. Ja, je leert dat je beter begrijpt waarom dat we dat doen. Want veel mensen denken direct, oh ja, je zit met bodybuilding bezig en je moet supplementen pakken en je moet zo vieze dingen elke dag eten. Nou, dat is echt niet. Maar alleen, het is gewoon net de dingen die je lichaam nodig heeft en wat gezond voor je is. Want ik dacht ook wel echt in het begin van, als ze zei van we gaan krachttraining doen en we gaan met gewichten werken, dacht ik ook direct van oei, dan ga ik zo bodybuilder worden of zo. Dat is totaal niet geval. Of direct zo van die dikke benen krijgen en dikke armen en zo, maar dat is echt niet. En hij legt ook wel allemaal perfect uit, ja, dus dat is wel fijn. Plus. Dus? Ja, ik weet niet meer. Nuttige tips, schatje. Dus, mochten jullie een voedingsschema of zo willen, of gewoon meer informatie. Mocht ook altijd zeggen dat je via ons komt of zo, dan ja, dat mag. Weet hij dat ook en dan gaat hij ook heel goed helpen. Want ja, ik heb. Allee. Je probeert er alles uit te gooien, maar je energie. Dat is niet. Ik ben echt moe, dat is alle benen. Hallo. Dan maak het je zo goed babbelen en nu merk je dat je kei moeilijk kan babbelen. Ja, het is half één, ik ben moe. Oké, laat ons even weten wat je vond van wat we eten. Vind je dat raar? Vind je het lekker allemaal? Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan denken. Ik vind het super lekker, ook al vinden sommige mensen dat zo raar soms wat we eten. Maar het is echt lekker, het is heel leuk en makkelijk. Ja, sommigen lachen mij uit als ik weer met boterhammen ben aan het eten met 4 of 5 lappen kipfilet tussen. Ja. Dan lachen mensen mij echt uit, maar dat is niet zoveel en dat is lekker. Dus ja. It's good for you. En je kan ook switchen natuurlijk. Allee, je hoeft geen boterham met kip te eten. Er zijn zoveel mogelijkheden. Je moet gewoon de hoeveelheden juist hebben. Maar ja, dat is misschien allemaal moeilijk om zo uit te leggen. Allee, voor ons is dat ondertussen nu wel normaal. Maar ja, dat is voor iedereen anders. Dus. Inderdaad. Hopelijk vond je het een leuke video. Doe zeker thumbs up. Laat een reactie hieronder achter. Ja, schrijf en iets leuk. Als jullie nog niet subscribed zijn, zou dat ook eens dringend tijd worden, mannetjes. Doen, hè. Ja. En we zien jullie heel graag terug in de video van morgen. Dus tot morgen.